Stel je eens voor. Het is natuurlijk heel rot voor te stellen voor alle paarden, jongens en meisjes en papa's en mama's en weet ik niet wie allemaal mijn video's kijken. Maar stel je voor dat je een leren zadel koopt of een paard met een leren zadel erbij of een hoofdstel of laarzen of beenbeschermers of noem het maar op wat van leer gemaakt zou kunnen zijn. Dan ga je ervan uit dat je een product koopt wat een hele lange levensduur heeft. Maar ik ben dus heel benieuwd hoe het kan zijn dat bijna nooit iemand aan mij vraagt hoe je leer moet onderhouden. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Tijdens het afleveren van zadels vertel ik dat er wel altijd bij wat voor producten klanten het best kan gebruiken en hoe ze dat het beste kunnen doen. Maar nooit, echt bijna nooit dat ik bij een nieuwe klant kom met een huidig zadel die eventueel zelfs slecht onderhouden is of gevoed is. Ja, het lijkt wel dat het een beetje een ondergeschoven kindje is. Wat natuurlijk ja, niet heel slim is, want het is voor de levensduur van je product, maar ook voor de veiligheid, dat het niet breekt, scheurt of wat dan ook, heel belangrijk om je leer te onderhouden. En hoe je dat moet doen, ga ik jullie in de komende video's vertellen. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Maaike Rispens en ik ben zadelmaker. Als ik het gemiddelde zou moeten noemen, zou ik zeggen 20, minimaal 20 WhatsApp berichtjes per dag met verschillende vragen. Natuurlijk om afspraken te maken, maar zeker ook vragen rondom zadels. Heel opvallend voor mij is dat daar nauwelijks vragen bij zitten over het onderhouden en verzorgen van leer. Zoals jullie zien heb ik verschillende producten voor mij staan van Effax. En dat is niet voor niks, want dat zijn de producten die ik gebruik voor het reinigen en voeden van leer. Maar je ziet dat hier heel veel verschillende producten voor mij staan. En er zijn nog wel meer producten leverbaar, maar dit zijn de producten die ik graag gebruik. Er is eigenlijk geen kant-en-klaar antwoord hoe je het best leer kunt reinigen en verzorgen. Nou denk ik dat reinigen nog wel het makkelijkst is, maar het verzorgen, dat is best wel afhankelijk van de leersoort die jij hebt. Verschillende leersoorten hebben ook een andere verzorging nodig. Zo heb je geoliede leersoorten, maar ook niet geoliede leersoorten. Als je bijvoorbeeld olie gaat gebruiken op zadels waarbij dat niet geschikt is, kan het zijn dat leer daar niet tegen kan en dat de stiksels daar niet tegen kunnen. Maar er zijn ook leersoorten die juist gevoed moeten worden met olie. Daar ga ik het in deze video's over hebben. Dus ik ga laten zien welke producten ik graag gebruik en waarvoor ik ze dan gebruik. Welke verschillende leersoorten er zijn en wat je daar dus best voor kunt gebruiken. Ik stel voor dat we met deze rijlaarzen gaan beginnen. Je zult je misschien afvragen wat er met deze laars is gebeurd. Maar deze laarzen zijn echt al heel oud. Van de andere is de rit stuk. En ja, ik weet niet hoe lang ik deze laars al niet gedragen heb. Ik denk 5 jaar of 6 jaar. Ze zijn gewoon helemaal af en op. En ik heb al lang al andere laarzen. Maar ik ben een enorme verzamelaar. Dus papa en mama die kijken altijd naar mijn video's. Ja, ik ga ze straks weggooien. Maar je ziet maar weer wie bewaard heeft wat. Want dit is een laars die heeft echt wel veel verschillende soorten leer. Hier zit een stukje elastisch leer in. Dit is gewoon glad leer. En hier zit ook nog suède leer aan de binnenkant van de laars. Nou, ze zijn enorm vies. Dus het is goed om ze te reinigen, te verzorgen. En ja, ik ga jullie laten zien hoe ik dat fijn vind om te doen. Ik heb hier een bakje met water. Ik heb hier een spons in en een doekje. En dat water heb ik handwarm, gewoon omdat ik dat het prettigst vind werken. Even het doekje een beetje uitwringen. Zorg ervoor dat als je met leeronderhoud aan de gang gaat, dat je je werkblad af hebt gedekt. Als je het natuurlijk aan de keukentafel doet of op het aanrecht of wat dan ook. Ik heb hier een MDF plaat onder een werkbank onder. Maar ik heb hier eerst een kartonnen doos opgelegd en toen een kleed. Want ja, dat MDF pak natuurlijk dat water op en dan zet het uit. Dus zorg ervoor, het wordt natuurlijk een beetje vies, dat dat kan en mag op de plek waar jij werkt. Wat je ziet hier, dat is schimmel. Nou heeft Effax ook een speciale schimmelreiniger. Zeker een heel fijn product. Maar ik begin eigenlijk altijd om mijn leer gewoon met een vochtige doek af te nemen. Als jij nou in de buitenbak hebt gereden, bijvoorbeeld terwijl het regent of als het een beetje blubberig is, dan is het altijd goed om eerst je leer gewoon even af te nemen met een vochtige doek.
En die af en toe even om te spoelen. Doordat je hem schoonmaakt met een vochtige doek, haal je alvast bijvoorbeeld zand en dergelijke van het leer af. Het zou natuurlijk zonde zijn om krassen te maken op je leer. Nou zou dat voor deze laars niet heel erg uitmaken. Maar goed, laten we het gewoon even doen zoals ik het altijd zou doen. Zorg ervoor dat je ook alle randjes lekker meepakt. Dat echt al het vuil van de laars af is. Of van je zadel of van je hoofdstel natuurlijk. Ik denk dat ik een aardig stukje ben zo. Je kunt je voorstellen dat ik niet heel precies deze laarzen ga schoonmaken. Omdat ze straks de prullenbak ingaan. Maar het is wel goed om het eventjes te laten zien. Nou zijn er eigenlijk twee producten die ik voor de volgende stap heel fijn vind. Het eerste product wat ik fijn vind om te gebruiken is deze leerzeep. En deze leerzeep is in een vaste variant. En daar komt een sponsje bij, wat natuurlijk super handig is. En hiervoor is het dus belangrijk dat je even goed de tafel afdekt. Nou, wat je het beste met dit product kan doen, is je sponsje nat maken. Dan ga je goed in het product, dat je sponsje voldoende zeep in zich opneemt. En natuurlijk als je het product al langere tijd hebt, dan zit er al lekker veel zeep in je sponsje. Maar de eerste paar keer is dat het wel goed om dat even extra te doen. En hiermee ga je gewoon over het leer heen. En het mag echt goed schuimen. Dat zien jullie misschien niet heel goed op de camera. Maar het is echt wel belangrijk dat het dus goed schuimt. Hiermee ga je over al het gladde leer heen. Je ziet dat er vies afkomt. Dat spoel je dan weer eventjes om. En dan kan je gewoon weer verder gaan. Er zat nu nog genoeg zeep in mijn sponsje, zoals je ziet. En juist het gebruik van water maakt dat het goed gaat schuimen en dat je vuil dus echt goed loskomt. Nou is het zo dat deze laars dus suède aan de binnenkant heeft. En ik heb een laars gepakt omdat het wat makkelijker laat zien dan een zadel. Maar heel veel zadels hebben tegenwoordig ook een suède zitting. Nou zou ik zeggen, zolang die suède zitting ruw is, doe er dan niet te veel aan. Wat je kunt doen is bijvoorbeeld met een rubberen borsteltje een beetje opruwen. Het zou ik niet doen met een borsteltje met metalen haartjes, maar echt alleen met een rubberen borsteltje. Maar hier is het suède helemaal glad geworden. Als je nou suède wel gaat schoonmaken en voeding gaat geven, dan wordt het eerder glad. Ik vind dat in dit geval natuurlijk niet erg, maar ik raad liever aan dus als je mooi ruw suède hebt, om dat nog even gewoon met rust te laten. Want dat heeft gewoon wat minder verzorging nodig, is mijn ervaring. Maar hier kun je dus ook gewoon met je sponsje van het zadelzeep overheen gaan. Maar we hebben nog een product. Dit product is misschien heel fijn voor de mensen die het wat makkelijker houden allemaal. Ik vind dit wel echt een goede dieptereiniging hoor. Dus dat raad ik ook zeker aan. Dan pak ik even een ander sponsje. Want dit product is ook wel echt een hele fijne. Dit is een reiniging in een vloeibare vorm. En die kun je dus gewoon opsprayen. En dan zie je dus dat dat al in een schuimende vorm eruit komt. En daarmee kun je dus ook gewoon weer over je leer heen gaan. Ik ga de laars even helemaal reinigen en dan kom ik zo bij jullie terug voor het verzorgen van de laarzen. Ik heb de laars inmiddels helemaal mooi schoongemaakt. Wat ik nu nog even ga doen is met die vochtige doek weer even schoonmaken en dan al het overige schuim goed weghalen. Dus weer tussen alle randjes en goed over het leer heen. Ik heb de laars helemaal gereinigd. Moet eerlijk zeggen, niet zo heel goed als ik normaal gezien zou doen. Maar ik hoop toch wel dat jullie leer misschien niet in deze slechte staat was als deze rijlaars was. Wat nu belangrijk is, is om hem goed te laten drogen. Want je kunt je misschien voorstellen dat als je nu een product van olie of vet gaat gebruiken,
dat je dat vocht opsluit in de laars. Maar je wilt hem juist waterafstotend maken. Dus ik laat de laars nu goed drogen en dan kom ik straks bij jullie terug. Nou, de laars is inmiddels bijna droog. Houd er wel rekening mee, als je dit zelf gaat doen, dat je hem echt goed laat drogen. Maar nogmaals, deze gaat straks in de prullenbak. Dus we gaan verder met het verzorgen van het leer. Nou liggen hier een heel aantal producten waar je dit soort leer mee kunt verzorgen. Dus producten wat geen olie is. Want deze stiksels kunnen daar niet tegen. En voor dit leer is het ook niet heel erg goed. Olie is dus echt bedoeld voor een geoliede leersoort. Nou, dan houden we eigenlijk deze producten over. Waarvan deze twee producten zijn eigenlijk meer voor de makkelijke. Als je bijvoorbeeld op wedstrijd bent. En die ga ik eerst even aan jullie laten zien. Dus we leggen deze even aan de kant. En we leggen deze laars even aan de kant, want die is niet meer voor op wedstrijd. Nou, stel nou dat je je laarzen mee hebt genomen op wedstrijd. Je hebt alles keurig netjes gepoetst, maar je bent je laars vergeten te poetsen. Nou kun je zien dat deze laars is best wel goed verzorgd. Maar hij kan wel even een glimmertje gebruiken voor als je op wedstrijd bent. Nou, wat dan echt een aanrader is, en dit is dus geen product om je leer elke keer mee te doen, vind ik persoonlijk. Het is meer dus als je per ongeluk je laars bent vergeten te poetsen, je bent op wedstrijd en je moet even snel iets. Dit is namelijk een product welke zowel reinigt als voedt. Nou, je kunt je voorstellen dat dat natuurlijk niet is wat je elke keer gaat gebruiken. Maar voor een keer tussendoor is dat best wel heel handig. En het handige is dat dit een soort, ik noem het maar een ketchupfles is. Als je erin knijpt, dan komt het product eruit. Nou, wat ik heb in dit doekje, gaan jullie nog meer voorbij zien komen, is mijn leerpoetsdoekje. En het ziet eruit als een beetje een viezig doekje. Het is ook een beetje een viezig doekje, want er zit gewoon allemaal product al in. In het begin neemt namelijk je doekje altijd heel veel product op. Wat zonde is om dan steeds een ander doekje te gebruiken, vind ik. Ik zou zelfs met dit doekje de laars al kunnen poetsen, zoals je ziet. En ik vind dat gewoon heel prettig. Dus om één doekje te hebben echt voor het verzorgen van je leer. Nou, dit product kun je gewoon mooi inpoetsen. Over de gehele laars. En dan is die dus en gereinigd en verzorgd in één. Waardoor je gewoon eigenlijk meteen kunt gaan, de ring in kunt gaan. Nou, op deze manier heb je dus direct je laars ready to go. Of je nou inderdaad een fotoshoot gaat doen of een wedstrijdje gaat doen. Mag gerust wel ook wel eens een keertje tussendoor hoor. Maar we hebben nog zo'n product. Dan pak ik even de andere kant van deze laars. Wat namelijk ook een heel fijn product is, is dit doosje. En dit wordt denk ik nog wel het meeste gebruikt op wedstrijd. Dit is eigenlijk gewoon een sponsje. En in dit sponsje zit al product. Dus wanneer je dat over je laars heen haalt. Gaat hij meteen mooi glimmen. Het is ook zeker een verzorgend product. Maar echt wel om te gebruiken net voordat je de ring in gaat bijvoorbeeld. Want je ziet gewoon dat daar een hele mooie glans van over de laars heen komt. Laten we teruggaan naar deze laars. Nou, je ziet wel dat die hier nog niet helemaal droog is. Maar het gaat ook meer om hoe kunnen jullie je producten verzorgen dan dat deze laars verzorgd gaat worden. Er zijn een aantal producten die ik daarin dan weer heel fijn vind. Leervet en leerbalsem. Leervet is, zoals ik het ervaar, dat het ietsje soepeler van structuur. En leerbalsem is iets vaster van structuur. Ik ben meer fan van leerbalsem, maar ik heb ook echt wel klanten die het leervet fijner vinden. Nou is het leervet er in twee kleuren. Dus wanneer je bijvoorbeeld je zadel ietsje zwarter wil maken, kun je de zwarte variant pakken. Voor de bruine laars ga ik voor de blanke vet. Ik ga jullie gewoon op de laars een aantal stukjes laten zien. Dus niet van de zwarte. Dus die ga ik even aan de kant doen. Maar die kun je dus wel echt helemaal prima op een zwart zadel gebruiken. Nou, de leerbalsem. Die lijkt er een beetje hetzelfde uit te zien qua kleur. Maar ik vind dit altijd net ietsje
ja, dus gladder en wat zachter dan deze variant. En dat is echt wel gewoon hoe je het zelf fijn vindt. Nou hebben we ook nog de Leerbalsem Plus. En die lijkt er ook wel weer een klein beetje hetzelfde uit te zien. Hij is iets lichter van kleur. Maar deze geeft extra grip. Nou heeft deze laars natuurlijk een suède binnenkant. Maar als je een gladde binnenkant hebt, zowel op je zadel als op je laars, zou je dit product kunnen gebruiken. Want dit geeft dus wat extra grip. Het maakt het wat stroever en wat plakkeriger. Dus dat is ook een hele fijne om te gebruiken. Nou weet ik natuurlijk niet meer waar de deksel, welke deksel ik moet hebben. Dat weten jullie misschien wel, want jullie even terugkijken in de video of de juiste deksel er weer op toe. Maar volgens mij, de deksels zijn denk ik allemaal hetzelfde. Wat we dus gaan doen is de leerbalsem en het leervet gebruiken. Ik ga eerst even een stukje van het leervet doen. En ik pak even een iets schoner stukje van mijn doekje. Want hier zit allemaal de leerbalsem al in. Nou, ga je gewoon even door de pot heen. Dat je echt wel lekker wat product op je doekje hebt. En ik vind het dan altijd fijn om gewoon te wrijven. Eigenlijk in alle, beetje alle richtingen. En dan voel ik dus meteen al dat mijn doekje niet helemaal lekker doordrenkt is. En ik vind dat dus echt altijd heel fijn als het echt helemaal, het product er echt helemaal in zit als het ware. Maar ik voel dus nu zelf al, en dat is dus echt wat je zelf prettig vindt, dat ik dit echt een beetje te waterig is echt een groot woord hoor. Maar ik vind het dus lekkerder dat dit een beetje meer sticky, meer plakkerig is. Ik kan me voorstellen dat mensen dit ook heel fijn vinden, want het smeert echt heel lekker uit. Nou, dan heb ik eerst even een stukje met het vet gedaan. Ga ik even naar mijn stukje viezer, het doekje. En dan zal ik eens een beetje leerbalsem erop doen. Het uiteindelijke resultaat zal hetzelfde zijn hoor, maar het is net een beetje wat je fijn vindt. Wat eigenlijk wel leuk is om op te merken, is nu ik allebei de potten naast elkaar heb staan, dat ik eigenlijk voor de groefjes en de randjes het vet toch wel lekkerder vind als ik eerlijk moet zijn. Ik ben dus echt wel van de leerbalsem, omdat het dus gewoon, ja, ik vind dat gewoon qua structuur een wat lekkerder product. Maar ik merk nu eigenlijk wel, ik pak de vet gewoon ook minder makkelijk, omdat ik de balsem overal in mijn bus en in mijn werkplaats overal heb staan en de vet eigenlijk niet. Merk ik wel dat dat vet echt wel lekker tussen je stiksels en zo doorgaat. Misschien moet ik die ook gewoon overal erbij wegzetten. Dat ik ze gewoon beide kan gebruiken. Ja, dit gaat er gewoon even makkelijker tussen lijkt wel. Ik vind voor de grotere oppervlakte de leerbalsem lekkerder. Maar net als hierin tussen die rimpeltjes en in die groefjes is dat vet echt zo gek nog niet. Nou, dan is het natuurlijk tijd om jullie even te laten zien wat het verschil is. Zo was de laars toen we begonnen. En dit is dus de variant die stuk is. Geen idee waarom ik ze bewaard heb ook. Maar dat zeg ik, ik bewaar altijd alles. Zo waren ze in het begin. Helemaal schimmel. En je ziet ook echt wel dat de kleur weer lekker opgeleefd is. Het is wel goed om te zien dat dit is een nieuwe van deze laars. Nou is deze nog, het vet moet nog iets meer intrekken hoor. Maar hij is echt alweer dezelfde kleur geworden. Zo was hij dus dat we begonnen. Ja, het is gewoon heel belangrijk om je leer te onderhouden. Ook veiligheid. Want leer, gedroogd leer kan barsten. Maar het is ook gewoon voor het onderhoud van je leer. Voor de levensduur is het heel belangrijk om je leer te onderhouden. Ik denk toch wel dat dit heel leuk is om te zien wat er gebeurt als je leer reinigt en voedt ten opzichte van 5 jaar, 6 jaar, ik weet niet, in een doos te liggen en ja, te liggen verschimmelen. Ik hoop natuurlijk dat jullie heel druk aan de poets gaan na deze video. Maar ik ga nog een video maken die gaat over het onderhoud van geolied leer. Dus met een product op oliebasis of gewoon een leerolie. Als je nou nu al vragen hebt gekregen wat voor leer je hebt en wat je zou kunnen gebruiken, dan raad ik dus inderdaad aan om het even aan je zadelpasser te vragen wat voor leer jouw zadel bijvoorbeeld is. Of aan het merk van het zadel te vragen. Dus even een mailtje te sturen van joh, van wat voor leer is mijn zadel gemaakt. Zodat je dus niet nu met een olieproduct op het verkeerde leer gaat of met een balsem op een geolied leer gaat. Op zich is een balsem op geolied leer niet heel erg, maar een olieproduct
kan wel kwaad doen. Er zijn echt zadelmerken waarbij je als je een olieproduct gebruikt, dat de garantie vervalt op je zadel. Dus dat is niet zomaar slim om te doen, maar daar komt dus nog een video over. Ik denk dat jullie net als ik wel overtuigd zijn dat het goed zou zijn om je leerdus te onderhouden. Als je vragen hebt, laat het gerust hieronder in een reactie eventjes weten. Vergeet niet om een blauw duimpje omhoog te doen en om je natuurlijk te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want er komen nog veel meer interessante video's aan. Het is eventjes stil geweest op mijn YouTube kanaal. Maar ook ik heb het enorm druk. Dus ik probeer regelmatig leuke video's voor jullie te maken. Maar aan ideeën geen gebrek, maar aan tijd wel. Mocht je nog een leuk idee hebben voor een video, laat het gerust eventjes weten. Hoor, want wie weet kan ik jouw idee gebruiken voor een video. Dan zie ik jullie graag weer in een volgende video. Doeg!